De gemeente had een week als wat lien had hier het oude fietspaad eruit halen. En de verwachtingen waren natuurlijk dat er een nieuw paard op zou komen. En dat komt er uiteindelijk ook wel. Maar nou nog net, dus er is een puinpad online voor de fietsers. Het is wel verbreden, dus daar hebben we niks van zezen. Maar gangbaar is het totaal net voor de fietsers. Een soort klanten van Riek komen over het koekoekspaad, maar dwaren het haast net meer aan. De grijze golf is een protte waarbaar met dit mooie waar, met elektrische fietsen. En ze kleien al je steen en been. Dat het, ja, ze gingen te gaan hoe het paard, ze waren dat net aan. En het zul je en daar misschien wel wat te befietsen wijzen. Maar ja, de meesten zijn toch vrij angstig en de eerste valpartijen haal west. Dus ja, en dat praat je het vier. En ja, het is soms het gesprek van de dij op buurt op terras. Peersjes zit waar het waren en het seizoen gaat diepen. En nou kun je meestal net gebruik maken van dit prachtige natuurgebied. Ik kan me dat heel goed voorstellen, ja, dat die klachten daar binnen. Ja, want wie als gemeente te maken hoor met een paard wat ook het wie een asfaltpaardje, het wie heel snel. Maar bovendien zitten er heel veel grote squarren en gatten in. En toen hebben we op de afdeling beheer besloten van nou, dan maar een tijdelijke oplossing even meidje als voorbereiding op een definitieve situatie. En die tijdelijke oplossing, dat hien ze bedoeld als een situatie die een heel soortje inkomen in onze omkreten. Een paard wat mak is van gevreesd asfalt. En alleen nog het resultaat van die tijdelijke oplossing, dat valt aan alle ene kanten heel erg tjin. Wethouder Wielstra stapte zelf ook op een fiets om te ondervinden hoe het paad erbij leidt. De gemeente wil zo gauw als mogelijk met een definitieve oplossing komen. Ja, zien van wat kost het u als gemeente om deze tijdelijke situatie te verbeteren. En dan praat je al gauw over een bedrag van 50.000 euro voor wat voor maatregelen dan ook. Zoals er bijvoorbeeld een laagje scalpen in de waan of een oormateriaal. Dat is gewoon een flinke investering. Helemaal omdat we heel graag zo gauw mogelijk hier een beton of eventueel een asfaltpaad op een maaitje willen. En dan het liefst beton zelfs, want dan hoeven we voorlopig net weg. We zijn al heel hard aan het werk om dat kleren te krijgen. Dat het heel slag had in elk geval voor de simmervakantie.